We gaan op weg naar de laatste bocht. Geweldige strijd tussen de twee favorieten. Maar ik denk toch wel dat John de Leeuw hier orde op zaken gaat stellen. Hij kreeg de mooie koers. En neemt nu afstand van Miss Price. Miss Price moet oppassen. Want daar komt aan de buitenzijde Emir Frisia nader en nader. Maar vooraan is het John de Leeuw tijd. Hij heeft hier een gezonde voorsprong met Ziris Dalba. En die lijkt niet van plan om te verzwakken. Ziris Dalba op Alkmaar. Gaat met voorsprong afkomen op het laatste stuk. Miss Price zet nog wel één keer de tanden op elkaar voor plek 2. We gaan op weg naar de finish. En ja, het is Ziris Dalba. Die wint naar de tweede plaats, denk ik, aan de buitenzijde. De drie, Emir Frisia. En daar zijn de winnaars. En ook Himia uh, BV is vandaag uh, in volle glorie vertegenwoordigd. Om uh, als eerste hun pikeur te bedanken. John de Leeuw, die een uh, geweldige rit reed achter Ziris uh, Dalba. En de bloemen zijn voor John de Leeuw naar zijn uh, overwinning. En die krijgt uh, John van mevrouw Haks. John van harte. wat uh, kreeg je hem lekker. Ja, op maat, <laughs> hè. Ja, volledig op maat en uh, ja, ik denk dat hij zich aardig ontwikkeld heeft de winter door. Ja, Bas uh, dacht zelf dat hij er nog niet helemaal aan toe was. Maar hij, uh, hij valt mij niet uh, 100% 200% mee in de koers. John de Leeuw, dames en heren, hij uh, slaat hier toe met uh, Zierist Alba. kunt in handen, dames en heren, voor de winnaars van koers 3. Zierist John de Leeuw. De start is gevallen, paarden onderweg. Het wordt wel een bochtje voor Miss Price hoor. Vier dik, maar we hebben aan de binnenzijde iGlos die het veld op sleeptouw neemt. Op de tweede plaats erachter volgt dan Emir Frisia. En aan de buitenzijde probeert naar voren te komen Expo alone. En we zien wat galoppaarden in het veld, onder andere van Kabor van Jip. En daardoor kan Rote Kat er nu een plekje naar binnen. Ligt hij op de vierde plaats met zijn favoriet en daarachter is het dan Uitgeschakeld nummer 9. Glop, nummer nummer 9. De 9 gaat eruit, er is nog een deelnemer dus op achterstand geraakt. Dat is Kabor van Jip. En ik, het is niet helemaal verlopen zoals voorspeld? Nee, klopt. Miss twijfelden twijfelde wat aan de stad, waardoor ze het nou ja, lengte moesten laten vallen. Maar gaat nu wel in de aanval in het tweede spoor. Uh, Rote Gatter, die willen toch niet aan het toeval overlaten. En het is aan de kop van het veld. Aiglos, die leidt. Aiglos heeft een lengte voor op de tweede plaats Expo alone. En daar komt aan de buitenkant Miss Price op Doemen tot schuin naast. Uh, aan de binnenzijde, Paardsen nummer 3. Emir Friesia. Ja, we zagen een galoppaard in het achterveld. En die uh, was van uh, Gillen F. Boko, paardse nummer 8. Ziris Dalba krijgt een mooie koers op de rug van de favoriet. En achter deze paarden volgt dan op een lengte of vijf kunstbald win. En de overige deelnemers, die zijn toch wel wat achterop geraakt, aangevoerd. Nog wel, door Uit Flying de op nummer 8, galop nummer 8. Nummer 7. Paarden onder de bocht gaan op weg naar de overzijde van de baan. En Iglos is daar nog altijd heer en meester van de situatie. Aan de buitenzijde Miss Price. Aan de binnenzijde Expo Alone. En daarachter dan Siris Dalba. Met daarbij paard nummer 3, Emir Frizia. En deze vijf paarden hebben zich dan wat losgemaakt van paard nummer 10, Guus Baldwin. Die inmiddels wel aan kon sluiten bij dat quintet. En achter Guus Baldwin is er bijna weer aansluiting voor paard nummer 7, Flying Ultimate. Paarden komen op weg naar de rechterlijn voor de tribune. 2 aan 2. En daar komt aan de buitenzijde Miss Price. Nu geheel naast de koploper, paard nummer 2, iGlos. IGlos, Miss Price. Daarachter dan aan de binnenzijde het uh, nummer 4 van Expo. Long op paden van paard nummer 10, Guus Baldwin. En we gaan inmiddels op weg naar de laatste ronde. En het is daar dat uh, ja, Miss Price een halve lengte voorsprong heeft. En nu doordrukt aan de buitenkant. En de kop overneemt van iGlos. Maar er nooit gerust op kan zijn. Want John de Leeuw met het kruid kurkdroog, Die zit op de rug van de koploper. En deze Twee paarden gaan nu wat voorsprong nemen. Van Heidi Appel die een geweldige koers loopt. Met paard nummer drie, Emir Frisia... En die heel brutaal nog op jacht gaat naar die twee paarden daar vooraan. We gaan op weg naar de laatste bocht. Geweldige strijd tussen de twee favorieten. Maar ik denk toch wel dat John de Leo hier orde op zaken gaat stellen. Hij kreeg de mooie koers. En neemt nu afstand van Miss Price. Miss Price moet oppassen. Want daar komt aan de buitenzijde Emir Frisia nader en nader. Maar vooraan is het John de Leo tijd. Hij heeft hier een gezonde voorsprong met Ziris Dalba. En die lijkt niet van plan om te verzwakken. Ziris Dalba op Alkmaar gaat met voorsprong afkomen op het laatste stuk. Miss Price zet nog wel één keer de tanden op elkaar voor plek 2. We gaan op weg naar de finish en het is Ziris Dalba die wint. Naar de tweede plaats, denk ik aan de buitenzijde, de drie Emir Frisia voor de zes Miss Price. Maar wat dat dan gaat, heeft de aankomstrechter het laatste woord.